Sinds ik mijn rijbewijs gehaald heb, is er wel het een en ander veranderd. Het doel van de afritscursus is om in ieder geval te kijken hoe dat het met de rijvaardigheid van die senioren gesteld is. En in de tweede plaats om ze misschien leuke tips mee te geven, omdat alles een beetje veranderd is in het verleden natuurlijk. Die dag bestaat uit drie onderdelen. Eén onderdeel rijvaardigheid, waarin ze met een instructeur een rit in de omgeving maken. Het tweede gedeelte is theorie. En dat is ook heel belangrijk, want de theorieregels en de verkeersregels en verkeerstekens, dat is behoorlijk gewijzigd de laatste jaren. En de derde is dus de reactiemeting en de oogmeting. De meeste gemeentes adviseren van kom eens één keer in de drie jaar terug. Want als je ouder bent in de drie jaar kan er natuurlijk redelijk wat gebeuren. Het is ongeveer 57 jaar geleden dat ik mijn rijbewijs gehaald heb. En ja, je weet nooit of ongemerkt dus dingen erin geslopen zijn waarvan je zegt ja, dat moet je toch wel even iets anders doen. Ja, en als dat beter is, ja, waarom zou ik het dan niet doen? Wij geven ze dus alleen maar meestal positieve adviezen mee. En dat is voor die mensen een heerlijke ruggensteun. Want die zeggen van, nou heb ik nog eens even een insider laten kijken hoe dat ik auto rijd. En ik heb nou meegekregen dat ik nog keurig auto rijd. En daar hebben we natuurlijk soms hele slechte. Nou ja, die weten dat feitelijk wel van zichzelf. Daar praten we mee en daar adviseren we dan gewoon van, of stop ermee of ga naar een goede rijschoolhouder en neemt daar eens 6 of 7 lessen en luister even wat die voor advies geeft na die 6 lessen. Het is gewoon heel belangrijk en voor 10 euro word je helemaal up-to-date bijgeschoold en dan heb je een stuk zelfvertrouwen waar je zelf weer mee lekker kan gaan autorijden.